Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal. Dit is kip, borrelhapjes genoemd. Dit ga ik nu bereiden. Borrelhapjes, oftewel kipstukjes, als volgt gaat in olie, zonnebloemolie en een tikka masala die te verkrijgen is in alle supermarkten. En toevoeging als extra smaak erbij, een bosuistengel en een knoflook. Ik zou zeggen veel leer en kijkplezier. De knoflook en de bosui gaan we een stukje snijden. Dit is de knoflook en de bosui die gesneden is. Het gaat als volgt. 1 deciliter olie. Het heet laten worden. Knoflook, uien tegelijkertijd. Eventjes aanfruiten. Uien in bosuistengel en knoflook heeft een bijzondere smaak. Ruikt ongelooflijk lekker hoor. De kip heb ik al gewassen, die gaat erin. En dat gaat als volgt, 1 eetlepel tikka masala. Ruikt toch zo lekker hoor. Dat is de proberen waard. Lijkt of je in een Indiase keuken staat. Ik voeg toe 1 theelepel groentebouillon. Prachtige kleur zeg. Heerlijk dit. En laat hem maar sudderen. De liefde, de aandacht. Op een zachte vuur. Halverwege even doorroeren. Prachtig ziet hij eruit hoor. En laten sudderen. Verder met roeren. Keurig.
Hij ruikt toch ongelooflijk lekker. Straks met droge basmati rijst. Keurig. Die op zichzelf een bouillon heeft uitgetrokken. De vocht bedoel ik. Mooi hoor. Het is allemaal lekker vocht hierin. Heerlijk dit. En verder laten sudderen. Nog een rondje draaien. Na ongeveer 3 minuten, 5 minuten. Prachtig. Heerlijk dit. Koken is ook een kunst, hè. Het is hoeveel liefde je instopt. Hoeveel aandacht je aan besteedt. Ik laat hem nog 5 minuten sudderen, dan is hij zover. Ga ik mijn bord opmaken. Nou, dames en heren, het is al zover. Dit is het eindresultaat en nu ga ik mijn bord opmaken. Dit is het eindresultaat geworden. Mijn borrelhapjes in tikka masala op zijn Indische manier. En op mijn manier. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En als je mijn video leuk vindt en mijn kookprogramma, geef een like, subscribe, klik op het bel en laat een berichtje achter.